Zo. En dan gaan we airbrushen. Yay. The good part. Onderaan wil ik groen. Bovenaan wil ik blauw. Maar hier wil ik weer groen. En dat kan. Zonder extra lagen fondant toe te voegen. Zonder heel veel kleurstof er doorheen te kneden. Een laagje erop. Ga even mijn airbrush spullen pakken. De kleurtjes. Oh ja, nog eens wolkjes maken zo. Zo benieuwd of dat gaat lukken. My pink airbrush. There it is. De kabel. Hij doet het. Boekjes. Fondant. Zoek een kleine rolstuk. Too much stuff. Wolkjes. Oh, die had ik daar gemaakt. Even kijken welke hokjes ik ga gebruiken. Deze is te groot. Dit is een mooi maatje. En ik vind het ook een mooie vorm. En deze is ook wel aardig. Het is ook een kleintje. Die andere vind ik eigenlijk allemaal al te groot. Dus de twee kleinste ga ik gebruiken. Wat ik ga proberen is om nu met witte fondant een wolkte op te plakken. Dan met blauw te airbrushen. En dan vervolgens die wolkte weer af te halen. En als het goed is, heb je dan een mooi wit wolkje wat niet mee geairbrushed is. Dus I hope it's gonna work. Ik ga het niet vastlijmen met lijm, want dan krijg je het er natuurlijk nooit meer af. Ik ga kijken of ik als ik met Crisco een heel klein beetje Crisco het vastplak, of het dan daarna er weer afkomt. Volgens mij moet dat lukken. En het is een setje. Ja, zo'n leuk setje van 5 wolkjes. Waar je ook bomen, schapen, van allerlei dingen mee kan maken. Als je bij ons in de webshop zoekt op wolk of cloud, vind je hem als het goed is wel. En dan staan er als het goed is ook allemaal foto's met leuke voorbeelden van wat je er allemaal van kunt maken. Ja, het is echt een hele leuke set van FMM. Die hebben in 2015 zoveel leuke nieuwe sets gemaakt. Toen ik in Birmingham was en ze sprak. Ja, weer iets op je. Kun je in de webshop ook hè, verlanglijstje aanmaken. Oh. Maar ik sprak die mevrouw van FMM, een van de twee, in de beurs, op de beurs in Birmingham. Daar heb ik haar echt een compliment gemaakt. Zo van, eindelijk zoveel leuke nieuwe uitstekers.
dingen waar we al jaren vragen naar hadden, zeg maar. Wolkjes hebben we heel vaak vragen naar. En hadden we eigenlijk gewoon nooit een... De pinautomaat gooit even een bonnetje eruit. Ik vind het ook leuk om mee te praten. We hadden eigenlijk nooit mooie wolkuitstekers. Dus dat mis je dan wel als, als winkel zijn. Omdat je die vraag gewoon vaak krijgt. Dus dat is leuk. Een uiltje hebben ze, een klein uiltje van FMM. Nou ja, de Easy Rose kennen jullie vast ook wel. Dat was ook een van de nieuwe. De tiara, het kroontje, dat is ook echt zo'n ding waar we al een eeuwigheid op zaten te wachten. Op een mooie, goed te doen voor iedereen, kroontjes uitsteken. Kijk. Ik ben heel benieuwd of dit werkt. Het zou moeten werken, dus ik zou ook niet weten waarom het niet zou werken. Maar het is wel nieuw, dus leuk. Om uit te proberen. Niet te veel Crisco natuurlijk, want dan heb je maar zo'n vette, vette wolken straks waar ik ze eraf haal, dus dat wil je ook niet. Ik had er een paar meer uit mogen steken. Nou, weet je. Ik geloof het wel. Daar komt of Tante Perenboom of dit is de achterkant. Dat zien we straks wel. Dat komt goed. Er hoeft ook niet overal wolken te zijn. Het is wel een zonnige dag natuurlijk. Leuk. Ik ben zo benieuwd. Even kijken. Liefst werk ik met twee kleuren, want dan heb je een beetje een. Kun je nog meer nuance aanbrengen. Je hebt natuurlijk sowieso licht en donkere nuance. Light green, dark green, light brown, dark brown. Sorry, light blue, dark blue. Die gaan we gebruiken. We beginnen altijd met licht. En dan bouw het langzaam op. Ik ga eerst de groene onderkant doen. Dus ik begin met lichtgroen. Ik ga nog één keer kijken wat mijn batterij doet. Sorry. Oh, hij blijft nu op 10% staan, dus we houden hem even in de gaten. Een beetje kleurstof erin. En... Lekker blauw, joh. Donkergroen. Ik ben ook altijd veel te ongeduldig om te beginnen. Ik moet nog een bakje met
keukenpapiertje hebben. Ik moet nog water hebben om hem door te spoelen. En ik ben veel te ongeduldig. Ik vind het zo leuk. Even kijken. Water. En oeh, een doekje. Zo. Ik ben zo benieuwd hoe het wordt. Kan je daar toch niet helemaal een voorstelling van maken of zo? Even de groen eruit. Zo dan. Oeh. Een beetje water erin. Lichtblauw erachteraan. Blauw en groen bij elkaar natuurlijk niet echt. Dus een beetje turquoise misschien. En dan kan ik er zo uitspuiten. Lichtblauw. Here we go. Leuk. Ik haal de wokjes er nog even niet af. Het liefst zou ik ze er meteen aftrekken nu om te kijken. Maar gisteren de bovenkant nog even groen maken. Maar ja, ik weet niet hoe het er op beeld uitziet. Het is een beetje gemêleerd, maar dat is wel denk ik het mooiste. Want ja, lucht is natuurlijk nooit helemaal blauw-blauw. Dus ik ga geen donkerblauw erop doen, want ik denk dat het dan te donker wordt. Dus dat laat ik... Ja, dat laat ik. Dat ga ik niet doen. Dan ben ik bang dat ik hem ga verpesten. Zo. Gaan we weer met groen.
Nou, de rest komt straks natuurlijk wel als ik hier de tweede taart op zet en die ook ga airbrushen. Ik kan niet wachten om die wolkjes eraf te halen. Dus dat ga ik eerst eens even doen. Leuk. Yay. Dat is wel echt gaaf. Oh, cool. Het is echt. Oh, zo leuk dat ik dat bedacht heb. Gaaf, hè? Gewoon katwitte wolkjes. Op mijn blauw geërbruste taart en groen. Cool, dankjewel voor de hartjes en jullie enthousiaste reacties. Ja, wat zonde dat de wolken blauw zijn.